Hebben jullie de afgelopen maanden ook gekeken naar de Sept-serie De Zomer van Zoe? Ik wel. Het was niet weg te denken uit de trendinglijsten van YouTube. Bij wie kan ik nou beter shine gaan pakken dan bij de hoofdrolspeelster? Joya Parijs. Joya. Hey. Hey. Maar dit is wel iets anders dan Storm. Ja, dit is wel iets anders, hè? Ja. Maar je krijgt zo meteen wel een toppertje, hoor. Dat ga je wel merken. Ik wel merken? Ja. Ja, ik begreep dat je shine nodig hebt, toch? Ja, zeker. Ja, ik kan wel een Insta-story met je maken. Kijk, dat is top. Dat ja, wil ik, maar ja. Daar moet je natuurlijk wel iets voor doen, hè? Oké, wat moet ik doen? Nou, je gaat een wedstrijd rijden en je gaat springen en een volte maken. Nou, van de helft weet ik niet eens wat het is, maar hoe lang heb ik daar dan de tijd voor? Nou, over een uur begint de wedstrijd, dus... Over een uur al? Ja. Ik heb nog nooit op een paard gezeten. Ja, dat komt goed. Ik ga je les geven. Maar stel, het komt nog niet goed. Dan mag je al deze stallen hier uitmesten. Van zo'n kleintje is dat niet erg. Ja, maar je gaat het natuurlijk niet op deze doen, hè? Je gaat het op Jack daar doen. Oké. Hey, maat. Wat moet ik nog doen? Zou je nu snel gaan omkleden? Ja. Anders is het uur al voorbij. Oké, nou dan ga ik dat snel doen. Ja, is goed. Ja. Ik zie je zo. Ja, tot zo. Tot zo. Nou, wat zie je er goed uit. Ja, wel hè. Helemaal wedstrijd er nu. Ik zit volgens mij op een ander paard. Ja, klopt. Maar ik maakte maar een grapje hoor. Want Jack is echt veel te groot voor jou. Ben je er klaar voor? Ja, nou ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat lopen. Laten we het daarop houden. Nou, komt goed. We gaan eerst beginnen met opstappen. Ja, maar waar hou je je vast? Hier? Aan het zadel. Gewoon hier zo. Ja, goed. Oké. Dus ik ben toch Doe een hark. Doe je voet erin. Oh. Oh, ga je heen. Hé, kom maar. Kom maar. Moet ik je even helpen? Zullen we even een rondje lopen gewoon? Yes? Hey. Nou, kom maar, ik ga je helpen. Ja, Oreo, top. Blijf staan. Ja. Echt even. Dit is echt... Ja, oké. Okay, 3, 2, 1. En 3. Go! Kijk, nou dat ging soepel toch? Ik heb laatst een opmerking gemaakt of paardenrijden wel een sport was. Maar alleen al dat opstappen, dat is al heel ik ben kapot. Ik ben echt kapot. Dus wel degelijk is dit een sport. Ik wil er toch even op terugkomen. Ja, is goed. Je wordt vandaag op 3 punten beoordeeld. Je moet hier zo meteen bij de A een volte maken. Je moet over een hindernis springen. Wacht even, Joya, wat is een volte? Een volte is een rondje hier zo. Oh. Dus dat kan je dat wel. Dat wist ik wel. En je moet je paard klaarmaken. Dus helemaal mooi maken. Oké, dat moet lukken. Ja. Ja. Nou, nog leren paardrijden. Leuk toch? Ben je er klaar voor? Ja, let's go! Goed, hè? Wow, I'm a cowboy! Nou, dan gaan we even de pony's laten instappen. Vier een vol te maken. Oké, zo meteen gaan we dus in draf. En wat dan belangrijk is, we gaan vanuit de stap gaan we in draf. Joya, wat is draf? Oh, draf is dus dat hij... Ja, hoe moet ik dit uitleggen? Dat is een soort van hobbelt. Snap je wat ik bedoel? Kijk, zie je? Dan gaat hij... Oeh! Lukt het? Ja, denk het. Oh, waar ga je heen? Waar ga je heen? Kom maar. Ja. Oh. Schoppen. Oh jongens. Dit wordt helemaal niks. Oh. Dit is echt veel lastiger dan ik dacht. En dit doet pijn, jongen. Echt. Gaat-ie? Ik voel hem wel in mijn rug. Moet altijd even schrikken, dat heb ik ook. Ja. Oh. Ja. Oh, ik deed het te snel. Ja, ik deed het te snel. Oh. Ja. Oh. Ga er overheen, ga er over, je kan het. Ja, hoe? Oh mijn god. Alright. Hey, Sean, we zijn in de wedstrijd, hè? Nu al? Wacht, Kate, wat leuk. Maar is het nu al tijd van wedstrijd? Ik moet nog leren springen. Ik heb nog niet eens gesprongen. Ja, dat komt wel goed. Dat gaan we straks gewoon doen. En dit is dus Florie. En zij gaat zometeen ook jureren. En ik ook. En Sarsha. Zij kan ook heel erg goed springen. Dan moeten we aan de slag, want ik moet hem ook nog mooi maken, of niet? Ja. Echt. Blijf. Kom. Kom. Heel even. Hoe ben jij bij de Zomer van Zoe terechtgekomen?
Naar de Avrotros, die belde mij en die vroeg of ik deze rol wilde spelen. En toen zei ik natuurlijk meteen ja, want dit was echt voor mij een droom die uitkwam. Ik had nog nooit echt voor tv of zo opnames gehad. Maar je moet bij musicals moet je vooral heel groot spelen. Ja. En nu moest je juist dan echt heel erg klein spelen. Ja, dus precies. Wel iets anders, maar eigenlijk ging het best wel goed. Waarom zijn ze nou voor jou gegaan dan uiteindelijk? Ik denk omdat ik kan paardrijden. En misschien omdat de rol Zoe ook wel goed bij mij past. Zoe die is zeg maar echt een heel erg lief meisje die eigenlijk voor alles 100% gaat. Ja. En ze houdt heel erg veel van haar vrienden en van haar ponystorm natuurlijk. Ja. Dus die rol past eigenlijk wel heel goed bij mij, omdat ik een beetje hetzelfde ben als Zoe. Doe je al lang acteren? Ja, eigenlijk al sinds ik al 3 ben. Op een gegeven moment kwam er een oproep voor The Sound of Music. Dat was toen mijn eerste musical. En toen ben ik geworden. Toen ik auditie ging, was ik 6. En toen ik mijn eerste voorstelling speelde, was ik 7. Nou, hoe vet is dat? Ja, dat was echt zo vet. Dit wordt prachtig. Dit wordt... Ja, dit wordt mooi, hè? Ja, ik weet precies wat ik doe. Ja, hè? Nou, je weet gewoon hoe je een vlecht moet maken, of dat niet? Nee, eigenlijk niet. Oké, nou, dan maak dan maar stage of zo. Hey, en jij en Mathieu? Nee, dat is niks. Nee? Nee, Daan en Zoe die hebben wel verkering, maar ik en Mathieu zijn gewoon goede vrienden. Wat jammer. Het zou toch leuk zijn als het in het echt ook gebeurt. Ja, jongens, wie weet. Wie weet toch? Wie weet. Nou, volgens mij zijn ze klaar, of niet? Ja, volgens mij ook. Ik vind het prachtig. Kijk ik even. Ook. Deze creatie. Helemaal top. Deze ook vooral. Die vind ik echt mooi. Ja? Komt er nog een tweede seizoen van de zomer van Zoe? Ja, ik hoop het heel erg, maar ik kan er nog niks over zeggen. Ja, die heb ik vaker gehoord. Dat zei ik ook toen ik het tweede seizoen wilde. Maar hey, oké, nou dat gaan we vanzelf zien. Jij moet een wedstrijd gaan rijden. Heb je er zin in, zenuwachtig? Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ja, dat snap ik. Maar dat moet goed komen met het mooie beest. Ja. Hè? Jij hebt er ook zin in, knap. Of niet? Mag je me nog? Nou, oké. Nou, Sjaan, je gaat zo meteen je wedstrijd rijden. Nou, en zo meteen zit ik dus daar met de andere juryleden. En wij hebben een bordje met een duimpje omlaag of een duimpje omhoog. Ja. Als alle duimpjes omhoog zijn, nou, dan mag je die Sjaan pakken op mijn Insta. Zo niet, dan staan die stallen op je te wachten. Oké. Nou, laat het maar. Ga jij maar naar je juryplek. Ja, is goed. Dan ga ik aan de gang. Ja, ik zie je zo. Is succes. Goed. Oh, hij gaat er vandoor. Dit wordt leuk. Blijf goed zitten. Hij zit keurig nog op. Ja. Handen stil. Oké, eerst hindernis. Er komt een. Oeh, netjes. Ja, netjes gedaan. Super. Nou, wat geven jullie? Zeker een duimpje omhoog, toch? Ik denk het ook. Ja. Zeker weten. Ja. Top. Yes. Nou, het is echt heel goed gedaan, hè? Ja. Heel goed gedaan heb je het. Je hebt er echt geen zin meer in, hè? Hoi normaal, ik heb net echt een hele leuke aflevering opgenomen samen met Sjaan. Hoi! En wat heb jij gedaan? Ik moest paardrijden. Ja, en hij heeft zelfs een wedstrijd gereden en hij heeft ook nog eens gesprongen. Echt super knap. Zijn jullie nou benieuwd naar deze video? Swipe up en vergeet natuurlijk niet even een duimpje omhoog te doen. Duimpje omhoog! Nou Sjaan, Shine? Thanks, die staat erop. Yes, je hebt echt vet goed gedaan vandaag. Thanks. Ik vond het heel wat. Ik denk ook niet dat ik hier heel snel terugkom. Nee. Maar ik vond het wel heel leuk om te doen. Jij heel erg bedankt. Ga vooral de zomer van Zoe checken als je die nog niet gecheckt hebt. Zeker. En vergeet deze video niet te liken, te abonneren op het NPO Sepp kanaal. En laat even in de comments achter met wie ik nog meer Shine moet gaan pakken. Zullen wij nog even een rondje rijden? Ja, wij gaan nog even een rondje rijden. Vind ik leuk. Doei! Deze is ook leuk, hè? Hier had je ook de parcours mee kunnen doen. Milan heet hij. Heb jij eigenlijk een verzorgpaard? Of een... Ja, ik heb een zorgpony. Mag ik weer naar je vrouw nou? Oh. Huh? Maar hij had toch het parcours mee? Nee, dat moeten we niet.